jullie allemaal. Het is kerstmis. Fijne kerstmis voor jullie allemaal. Welkom bij de quiz. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Ze scheurt van hot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met muk, jodet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Om 5 uur, dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vork. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog vol met kerst natuurlijk. Kerstvoorstellingen, kerstontbijten, kerstdiners. Schaapjes, het hok. En we vertrekken naar Portugal. Veel plezier met deze vlog. Net in de Vichy geweest. En nu wordt ons schaaphok, prefabhok, ja, wordt nu geleverd. Uit Twente, uiteraard. We zaten te kijken naar welke schaaphokken. We willen wel een beetje mooier en ook eentje die er snel klaar is. Dat is gelukt. Oh jeetje, ik ben wel erg in de make-up. Vandaag shoot, dus vandaag. Ze zijn er. Nou, we hebben hier aan de overkant van onze tuin hebben wij nog een... Hier komt het schapenhokje op. Dan hebben ze twee kanten waar ze in kunnen in het weiland. En die wordt nu gemaakt. Nou Kim. Komt-ie aan. Wat is je project? Het is prefab. Dus dat is helemaal top. Dus gewoon, komt hij helemaal klaar aan. Inclusief een onderduur staat hij. Zo'n dingetje voor hooi. Dat is helemaal top. Bandje 1. Het is niet normaal dit, hoe snel het gaat. De allerlaatste kinderkleding hangt nog hier, alleen nog deze week. Speciale korting. Ted mag je niet kopen. Nee. Nee, hè? Die blijft hier. Maar als dit zondag nog niet weg is, dan gaat het terug naar online, naar ons magazijn. Dus wil jij nog je slag slaan? Kom dan nog even langs. Kijk, we hebben fantastische babykleding. We hebben hele mooie meisjeskleding nog. Hele mooie broekjes. Glitterbroekjes, natuurlijk mooie jurkjes. Giletjes. Van alles van Coen Besloit nog. Hele mooie gebreide truitjes, de colbertjes. Als je voor volgend jaar alvast wil inslaan. Nou, de kinderen, zoals jullie al zien, houden van dit heel erg. Die hebben jullie misschien nog helemaal niet bij ze aangezien. En we hebben nog skipakken, winterjassen. Echt genoeg nog in de winkel en daarachter. Oh. Alle mooie kruien van Bamot, van Mini Rodini. En een paar broekjes van Your Wishes. Allemaal in de aanbieding. Dus kom langs en maak ons los. Handschoentjes. Wat zo leuk is, lekker warm eroverheen. Maar touchscreens kun je gewoon lekker even tikken op je telefoon natuurlijk. Maar wat leuk is, kijk, kan ook zonder dragen. Maar dat betekent dus ook dat je hem alleen aan kan doen. Kijk, zo polswarmer. Leuk toch? Hele lange benen. Ik sta zelfs op mijn tenen. Dus. En ja hoor, ik kan een mooie babybuik hebben. Yeah! De plateau zo trendschoen. Een beetje extra. Zijn we binnen en nu in deze nieuwe kleur. Het is een beetje een taupachtig kleurtje. De voering natuurlijk ook. En deze camel is dus ook weer terug. En er zitten heel veel mensen op te wachten. Lekker na kerst met je beentjes omhoog. Deze speciaal voor jou. En ook in de winkel verkrijgbaar. Alleen deze kleur. Ik heb hier een tand eruit en we gaan naar het kerstdiner. Laat eens zien hoe mooi je kunt lachen. Een kerstfoto. Van mij ook. Echt top. Ja, ik ga jou ook filmen. Ja. Super. Zo, wat ik ga. Mooi. Kijk eens naar de video.
Joep, het ziet er mooi uit. Waar ben je naartoe geweest? Naar school. En wat heb je op school gedaan dan? Lunch. Jullie hebben toch een kerstdiner gehad? Ja. En wat heb je gegeten dan? Friet. En wat nog meer? IJs. Soesje. Soesje? Dat was bij het ijs. Kreeg ik een soesje met lekker slagroom. Heb je die niet gehad? Jammer. Ben je een beetje moe? Nee, ik heb een ijsje gehad met vanille. Oh, lekker? En een mini hamburger toch? Ja. En wat doe jij hier? Ik ben wakker. En wat wil je dan doen? Ik wil naar boven. Dus jij wil naar beneden, bedoel je? Wij zijn beneden. En wij zijn nou in bedje, wij zijn boven. We zijn boven. Ja, je bent bij papa en mama toch? Ja. Jee, stiekem het? Ja. Je zuster en mijn lief zitten met de neus. Leg maar even uit wat het allemaal is. Neus. Wat doe je, papa? Wat doe je, papa? Hoe doet Messi? En Neymar? Weet ik veel wie Neymar is. Hoe kom je aan Neymar? Hoe weet je dan wie Neymar is? Wat doet Mbappé dan? En de B doet zo. Oh, doe niet. En wat doet dan, wie zei je net? Messi, wat doet Messi dan? Messi doet het niet zo. Wat nee. Doet hij dan? Ja, het is zo. Het zo. Oh ja? Ja. En Neymar? Neymar doet zo. Nee, Neymar doet niet zo. Doet hij zo. Wie doet dat ook weer? Nou? Nou, dat is denk ik Neymar. Of het is Depay, weet ik niet. Nee, ik weet het niet. Nee, maar Teddy, maar goed gedaan, je bent 2,5. Ook zo weet jij niet het. Ik ben 7,11. Hoe oud ben je dan? Ik ben 3. Ja, je bent 2. Nee. In 2 jaar. Hè. Wat staat er dan? Kun je lezen? Er staat een nieuw. Ja? Staat er. Staat er nog meer? Oh ja? Oh, weet ik niet. Nee, maar zo heel goed hoor. Goed van jou. Hoe heten de meisjes uit jouw klas? Sarah. Ja, Sarah. Ja. En wie is nog meer meisje in de klas? Hoe heten de jongens dan uit de klas? Wolfert. Ja, Wolfert. Wolfert is altijd de meisje zo. Zo doe niet. Ja, hij had de laatste ruzie met Wolfert. Ik vind niet leuk. En toen had hij gezegd dat hij niet leuk vond. Wow. Hoe heet de hond van oma? Lucie. Hondje. Ik ben de papa. Oké. Dag. Dag. Dicht. Ik doe dicht. Lekker veel hooi op de vork. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben de dokter. De dokter? De dokter heeft dus Olaf in zijn hand, een voetbalpak en een strikje om. Ja? En dit is de dokterbroek ook. Die is de... Nee! Dit zijn de 2 beste dokters. Ik ben de mukdokter. De mukdokter. Ik ben de tetdokter. Wat? Heb je dat voor mij gemaakt? Ja. Kom hier jij. Met muk. Oh kijk, dit is de kelner, die komt eraan. Wauw. Fantastisch. Wat is dit meneer? Een schuitje met aardbei. Een groter. Ja. Een aardbei. Met boter en een schuitje. Hebben jullie de aardbei afgespoeld in de wc? Ja. Wou die in de wc pot? Nee. Onder de kraan hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Mooi jongens. Heel lief. Kun je nog één keer vertellen hoe je het hebt gedaan? We deden een beschuitje op het bord. Uh-huh. Toen deed jij boter erop. Toen ging het afspoelen bij de wc. Toen deed het erop. Ik ga wat niet ziek, hè? Nee. Waar gaan ze? Naar de kerstvoorstelling. Ha ha ha.
eentje op de grond. Vier mooie ballen in de kerstboom. Glinsterend en rood. Maar opeens toen kletsen met een pats en een pets viel er eentje op de grond. Drie mooie ballen in de kerstboom. Glinsterend en rood. Onderweg naar het kerstdiner van de familie van Jaap. De ditjes. Handje? Doe het daar. Kerstmens. Oh ja, daar is ze. Ze zit de klas aan. Moet hij zichzelf ook weer? Ja, het Sinterklaashuis. Ja. Wat? Kerstmens. Kerstmens. En daar eten. Hi Teddy. Dit is de digitale generatie. Maar ja, ik heb bedacht. De quiz. Welkom bij de quiz. Hier is mijn lieftallige assistent Rubien. Het spel uitleggen. Ja. Nou, we gaan dus in team. Ja, ik kom bij papa. Ja, en je moet het heel belangrijk. Wat je teamnaam is. Ja, maar alleen onze kinderen zitten te bunkeren in huis. Hey allemaal, het is kerstmis. Fijne kerstmis voor jullie allemaal. Gisteravond hebben we kerstavond kerstdiner gehad met de familie van Jaap. Dat doen we eigenlijk altijd. Dit keer niet bij iemand anders thuis, maar voor het eerst geprobeerd in een restaurant. Wat wel hartstikke leuk was, maar iemand thuis is toch wel iets bijzonders. Dus dat gaan we volgende jaar wel weer doen. Weet je, voor de kinderen is het gewoon ook leuker, want dan kunnen ze gewoon iets meer entertainen in een restaurant. Ja, dan moeten ze op een gegeven moment toch spelletjes zijn klaar, kleren zijn klaar. Dat is toch op die iPad, wat ze eigenlijk niet meer zo graag willen. Dus dat prima, maar volgende keer niet meer. Jaap heeft wel een leuke quiz meegenomen. En vanochtend kwam de moeder van Jaap en de zus van Jaap, Jet uit Twente. Die sliep bij een maaltje en met de kinderen. Haar man die had gisteravond, kerstavond, die werd in de horeca, een grote tent in Deurningen. Waar hij tot laat heeft gestaan. En wij moesten dit keer wel ook in de buurt van Hilversum blijven, wat voor ons natuurlijk ook prettig is. Omdat mijn andere zwager heeft dienst met kerst, die is arts. Dus we moesten een beetje in de buurt blijven. Nou, vanochtend hebben we dus lekker ontbeten en kaarsjes aan en alles natuurlijk. En nu zijn mijn ouders er. En dus voor de eerste keer sinds de operatie mijn vader hier is. Ted ligt in bed, maar nou ja, zoals je hoort, we gaan in slaap. Dus ik kijk nu even naar het schaaphokje, want we hebben het schaaphokje prefab gemaakt. Het is behoorlijk groot, zodat we er ook andere diertjes bij kunnen, alpaca's of zo. En nu zijn hondjes er vooral. En we zijn aan het voetballen, het is super warm. Ik heb het zo warm. Ik heb wel eens wat van afvliegers, wat natuurlijk niet kan, nog. En dus ik zie er nu echt heel fabulous uit. Maar goed. Doen we dan morgen alweer. Vandaag gaan wij dus eten koken en morgen gaan we naar mijn ouders. Met allebei de zusjes en Monique is hoogzwanger, in januari uitgerekend. En gaan we met z'n allen eten in Twente in een restaurantje. In Denenkamp. En nu komen de andere jongens er weer aan. Rennen! Kijk, daar is een nieuw huisje. Kijk, ze staan even bedenken wat we gaan doen om nog even wat mooier te maken nog qua. Waar leggen we het hooi neer, het stro. Eens even kijken, nou we hebben daar een ooievaars nestje gezien. En er zitten heel veel ooievaars op, ze zijn nu op stap, maar ze zitten aan het kletteren. Klepperen. Met staafjes. Ze zijn die kant op gevlogen. Zo'n paringsdansje is dat, geloof ik. En nu zijn ze lekker aan het vliegen over het water. Vet hoor. Oh, het is een boerderij hier. Echt een boerderij. Ik weet niet. Ja, landschap. Ja, het is prachtig. En ja, het is niet echt kerstig qua weer. Natuurlijk. Maar fijn dat het eindelijk droog is. Joh, het depressieve weer. Ik kreeg er echt helemaal niks mee. Dus nu even lekker naar buiten. Ik kan nu naar buiten, want het tijd ligt natuurlijk in bed. Maar dat ga ik straks zeker nog even doen. Lekker veel hooi op de voer. Op weer op. Goed zo, gaat lekker. Nu en deze. Tweede kerstdag, ontbijten.
Wil je daar zitten naast papa en mama? Wat een KUT weer. Ja, ja. Maar daar worden we niet een grijntje minder vrolijk van. Nou, mijn moeder en haar vriendin ook. Die hebben er goed last van. Niet dat ik ze chagrijnig vind. Maar die voelen zich echt minder goed daardoor, zeggen ze. Ik snap dat. Ik denk dat misschien wel meer mensen dat zo ervaren. Maar dan kijk je toch even naar onze schatjes. Woehoe, woehoe. Jullie moeder is hier. Ze zijn wel vies. Maar hun stalletje is bijna klaar. Let's go to the shop. Nou, kijken of het nog druk wordt vandaag. Straks gaat mijn haar wel los. Maar nu volle bak. Achterover. Gaat zien, daddy. Hey, Macarena. Oeh, een vrachtwagen. Kom. Nee, Marita is hier niet vandaag. Is dat een dino? Ja, dat is dino. Dat is papa. Dat is een oud leuk Ja. No? Dit is gewoon heerlijk. Hier ga je echt niet zitten. Ik vind ook dat je wel, moet wel ook echt lekker zitten. Ja. Toch? Ja, je bent toch een jaartje ouder, Jaap, hè? Ja, maar dit wil je toch bij de haar? Ja. Lekker hoor. Hier. Muk, ik vind dit echt niet normaal, Muk. Dus je kijkt gewoon op YouTube en dan kun je het gewoon zo goed namaken. En Tetta, wat heb jij getekend? Heb jij dat getekend? Een monster? Nee. Olaf? Nee, niet Olaf. Dit is Grinch. Oh, de Grinch. Ja. En Joep, wat heb jij gemaakt dan? Een kerstboom. Nou, goed zo. Jasmin? De Grinch? De Grinch? Ted? De Grinch of... Is niet Olaf, is de Grinch. Nou, hij lijkt best wel de Grinch. Hoe werkt dit? Wat is dit? Oh. Hallo! Hallo, kom dan! Hallo! Jullie komen binnenkort bij ons, hè? Ja, we hebben het stalletje al klaar. Ja. Kom dan! Hi! Hi, schatje. Hi, schatje. Volgens mij krijg je... Oh, nee. Hij heeft een beetje... Yeah. Hallo, kijk! Mijn kusje. Hallo, meer. Kiekeboe hier, kusje. Met de vlam. Oké. Nou, een eigen tafel met kleurtjes. En dan kunnen we straks bij ons op de tafel eten. Terry wil eten. Oh. Willen jullie ook wat drinken? Ja. Zeg maar. Lekker. Wat is het dan, Joep? Kun je dit ook zelf maken? Ja, maar hier zit Ted, toch? Ja, hier zit Ted. Die wit straks. Wat heb jij voor lekkers? Kun je het uitleggen? Tomaten. Tomatensoep? Met een beetje room. Koelen, koelen. Hij is onderweg naar. Hoe heet het? Quinta Tolago. Portugal. Portugal. Vakantie. Vakantie, hè? Ja, hè, Ted. Ja, hè. Hebben we er zin in, hè, jongens? Het land waar Ronaldo vandaan komt. Ik denk dat ze dat toch het mooiste vinden. Ja, en we hebben geen voetbalpakken meegenomen, omdat ze denken dat ze daar wat mogen. Faro zou je dat wel hebben. Is dat dichtbij? Faro is 20 minuten rijden. Dus okay. Nou, we gaan helemaal naar het zuiden van Portugal. Omdat we heel graag naar het mooie meer wilden. Nou weten we niet zeker of dat is. Nee, het ziet er nu dus echt wel oké uit. Ik moet echt zeggen, als ik nu kijk, dan hebben we denk ik mazzel. Ja, en we hebben echt eindeloze discussies gehad over welke jas we mee moesten nemen. Ja, maar het is ook niet te doen. Tussenjasje. Je wil natuurlijk niet koud hebben en dan de winterjas. Hoodies mee. Laagjes, laagjes, laagjes. Nou, we vliegen vanaf Eindhoven. En de luxe maatschappij, hè? Heel ja. Want waarom? Ja. Nee, maar het punt is dat als die. Dit is een super fijne tijd. Ja. Vlieg om 1:30 in de middag, dat is heerlijk. Ja, dat is ja, en als je dan om 5:00 vanaf Schiphol moet vertrekken. Nee, dan heb je dat dag al met en, kinderen. En het was gewoon echt 2 uur. Ja. En we hoeven niet het hele vliegveld af
te lopen als je terugkomt. Want dat vind ik altijd ellende met drie kinderen. Ja, je hebt hier gewoon ook... ik heb nu voor 8 dagen... Valet parking voor 70 euro. Hoe is je auto... Wij worden niet gesponsord bij Eindhoven. Nee hoor, maar ja, 70 euro. Kijk, dat kan je nog een beetje... leien bij zo'n vakantie inderdaad, want bij Schiphol ben je al gewoon zonder valet parking als je gewoon de auto parkeert. Dat valt ook wel mee, maar je moet dan, het hangt een beetje vanaf waar je parkeert. Ja. Maar dan pakken we meestal taxi, dat is toch wel heel relaxed. Ja, dat is dichterbij en dan is dat niet duur, maar nu is het veel duurder met taxi. En de koffers passen achterin, want we nemen voor het eerst eigenlijk geen kinderwagen mee en ja, precies. Nou, we hebben iets minder spullen mee, dus we gaan even kijken of dat goed bevalt. We gaan naar een heel lekker hotel. Wyndham, ja. Oh ja, Wyndham. Ja. Quinta del Lago. Quinta del Lago. Ja? Quinta del Lago, denk ik. Het is niet Quinta, niet Quinta. Oh. Je schrijft het Quinta. Ja, maar volgens mij zeggen mensen Quinta. Quinta. Quinta del Lago. Niet Lobo, maar Lago. In Vale de Lobo, dat zit ernaast. Dat is bekend van de golf en zo. Ja, en van het EK voetbal, want toen was ik daar. Niet in Vale de Lobo? Ja, zeker wel. Daar gelogeerd. Ons hotel is wel, daar zit het Nederlands elftal, zit daar ook, traint daar veel bij de campus. Vandaag ook? Nee. Oh. Maar wij kunnen in de campus, mogen we altijd in. Het is een heel sportcomplex. Alleen vanaf 2 januari niet meer, want dan zitten er allerlei teams en Paris Saint-Germain zitten ook verder. Dus dat is wel cool, maar ik weet dus niet of die nu zitten. We zijn nog niet gehoord. Nou, leuk. Hartstikke leuk. We hebben er zin in, even naar de zon. En maak je geen zorgen, er zijn mensen bij ons in huis. Plus 100.000 alarminstallaties. We hebben het wel goed geregeld. En als wij dan terug zijn, nou, we hebben dus nu echt heel veel moeten pakken. Want dan gaan we iets spannends doen in het Oostenrijkse land. We kunnen nog niet verklappen wat, maar daar hebben we ook alles al voor moeten inpakken. Jaap en ik gaan dan eerst en een paar dagen later komen Jan en Jacqueline met de kinderen. Oké, jongens. Heb een fijn weekend met elkander. En we zien jullie weer in Portugal, denk ik. Doei! Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Voer.